Nou jongens, ik ging bij de CNA kinderfilmpjes kijken. Het is nu nog helder, maar ik zie hele lichte wolken. Het lijkt zo wit hier in de lucht. Nou, het wordt steeds minder druk. Er komen steeds minder mensen. Er gaan steeds meer mensen weg. Maar ik blijf hier gewoon nog 3 kwartiers. Dus dat vind ik juist heel chill hoor. Ik ga naar de Miller en Monroe. Serieus, in de winkel zag ik een bord met snoep. Ik heb er één in mijn mond. Dat is lekker. Yo man. Daar beneden zie je een tafeltje met snoep. Ik neem straks nog een snoep, dat is lekker. Heel erg lekker. Het is niet meer druk. Ik ben nu in mijn eentje hier. Leuke paaseieren. Het is officieel Pasen. Cool. Chill man. Nu even niet. Ik ga weer naar beneden. Oh, daar ben ik trouwens bij spiegelbeeld. Hoi, hallo. Hoe gaat het man? Nou, nog zo'n snoepje. Huppakee. Nou, heerlijk man. Hier achter mij hier is het ijscafé. En hier kan je koffie en ijs halen. We gaan naar de andere kant van het centrum. Via dat poortje. Dus via dat poortje gaan wij naar de andere kant. Huppakee. Laten wij lekker gaan. Nou jongens. Het is wel best rustig hier. Nou, ik moet zo snel naar de andere kant. Vanavond weer naar mijn neefje en nichtje. Neefje gaat weer zijn tong uitsteken. Die tonguitsteker is irritant, man. Nou, hier blijf ik nog 35 minuten of een half uurtje. Nou, ik was bijna de hele middag het centrum ingelopen. Laat in de comment achter weten wat jullie van deze pet vinden. Hoe ik eruit zie. Want ja, het ziet er best leuk uit met dit petje. Nou, Menno Monet, die mag niet in de comment achterlaten wat hij van mijn pet vindt. Dat mag hij niet doen, man. Maar Os is wel een mooi klein mini centrumpje. Die klein mini centrumpje is zo mini en heel erg mini klein centrumpje. Wauw, wat een mooie straat is het hier eigenlijk. Nou, het is heel erg mooi, vind ik. Jullie zien toch dat het heel erg mooi is? Mooi, hè? Duimpje omhoog, man. Maar dit is heel erg mooi, dit. Het skiën in Zweden was zo'n groot succes, want kijk het maar. De zon schijnt lekker. Nou, en mooi en een rustig wijkje. Nou, mooie straat dit, hè? Ja, ik ben het centrum aan het rondkijken. Ik ben serieus het hele centrum rondgelopen. Super chill, man. Dus doe maar een blauw duimpje omhoog. En ook dit. Wat een mooie centrum. Ik denk dat ik wel echt genoeg hiervan heb. Ik denk dat ik een minuut terug ga. Dus later dan. Ik ga naar de kerk even. En daarna ga ik weer terug. Zie jullie zo. Naar de HEMA. Weten jullie waarom ik zulke leuke vloggen maak? Omdat ik veel abonnees wil krijgen. Ja, ik wil echt veel abonnees krijgen. Ja, dat wil ik gewoon heel erg graag. En weet je, van abonnees krijg je geld, man. Ik hoop maar dat mensen me abonneren. Zodat ik meer geld krijg, vind ik zelf super chill. Nou, ik wil nog na een jaar wachten hoeveel abonnees ik krijg. Ik hoop maar dat ik wel binnen een jaar wel 100.000 abonnees krijg. Maar dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat fucking niet lukken. Dus ja, ik ga even naar de HEMA.
even teruglopen naar de kerk. Dan ga ik terug naar huis. En zwaaien poppies. Ik laat mijn gezicht lekker zien, want ik heb een mooi petje. Ik ga heel even langs de kerk, man. Nee, nog niet. Wat is Os gewoon een leuke stad. Nou, nog naar de grote, reusachtige kerk. Nog ongeveer 100 meter, daarna ben ik er. Dus na 100 meter ben ik hier, man. Huppakee. Bij de mooie, prachtige reuzenkerk. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie hem leuk? Abonneer natuurlijk op mij. Dan check ik jullie de volgende keer later. En daarom wil ik de kerk als... Ja, mijn video afsluiten, want engelen achter. Oké, ik hoop maar dat deze engelen achter mijn video echt please naar de hemel sturen. Nou, ik denk dat ze deze video naar de hemel sturen. Naar de voorouders van mij. En over voorouders. De ouders van de 10.000 jaar geleden. En 10.000 over grootvaders en over grootmoeders en zo. En dus later met dikke... Vette. Waarom doe ik dit alweer? Peace.